Het is fascinerend hoe de dynamiek tussen Gerard Joling en Gordon is geëvolueerd, van het tijdperk van onafscheidelijke partners op televisie tot bittere rivalen die hun eigen weg gaan met afzonderlijke reality-shows. Het lijkt erop dat hun samenwerking tot het verleden behoort, overschaduwd door persoonlijke conflicten en onverzoenlijke meningsverschillen. Aan de ene kant hebben we de altijd stralende Gerard, die zijn publiek blijft betoveren met zijn flamboyante verschijning en onmiskenbare charme. Ondanks zijn schijnbare terughoudendheid om details over zijn liefdesleven te delen, blijft hij mysterieus met cryptische uitspraken zoals: "Ik kom niks tekort. Ik laat de pony wel grazen." Dit houdt de kijkers op het puntje van hun stoel, verlangend naar meer inzicht in zijn wereld. Aan de andere kant hebben we Gordon, een figuur doordrenkt van drama en opwinding. Zijn romantische escapades zijn een achtbaan van emoties, met elke wending en draai die de media in vuur en vlam zet. Maar met recente professionele tegenslagen lijkt het erop dat Gor een hobbelige weg bewandelt, worstelend om zijn carrière weer op de rails te krijgen te midden van de uitdagingen die hem omringen. In de strijd om kijkcijfers lijken beide heren te polariseren tussen verschillende uitersten: de ene met zijn mysterieus geheimzinnige aura en de andere met zijn schijnbaar onophoudelijke drama. Toch kunnen we niet ontkennen dat er een zekere magie is in hun rivaliteit, een aantrekkingskracht die het publiek keer op keer blijft boeien en hen aanmoedigt om partij te kiezen in deze epische televisiestrijd. Of je nu Team Geer of Team Goor bent, één ding is zeker: deze titanen van de Nederlandse entertainmentwereld zullen blijven strijden voor de gunst van het publiek, en wie weet welke verrassingen er nog in petto zijn in deze onvoorspelbare wereld van glitter en klemmer.